Goed. We gaan proberen uit te leggen hoe we een mot gaan maken in de rand van de tas. De omslag die hielden we op 3 centimeter. In een echt zeil is dat minimaal 5 en soms veel meer. In een zeil maken we die motgaten ook veel groter, omdat er zwaardere krachten op komen te staan, dat er dikke touw doorheen moet. En nu is het al eigenlijk meer een versiering en een mogelijkheid om een handvat of een touw erin te doen om die tas te kunnen dragen. De motgaatjes maken we hier dus ook kleiner. Ik heb voor de grote gaten hebben we wat mallen, omdat die veel meer voorkomen. En voor die kleintjes gebruiken we meestal een muntje. Dit is een 20 cent muntje. Nou, die ligt hier een beetje in het midden. En dan met een potlood ga je er eventjes netjes omheen. Teken je hem af. Dan krijgen we de verdeling. Dat doe ik meestal even met een zwart stipje. Kijk, ik heb een malletje. Is die in beeld zo? Maar die is vrij grof. Maar wat je gewoon eenvoudig kan doen is op 12 uur, op 6 uur, op 3 uur, op 9 uur een streepje zetten. Daartussenin verdeel je het weer op de helft. Is het duidelijk te zien? En dan kun je eventueel nog een streepje ertussen zetten. Dan krijg je een redelijk evenwichtige verdeling. Ja? En omdat we nou met dunner garen werken, als je zoveel van die gaatjes gaat maken, dan krijg je ook een beetje een mooiere afdekking, zoals het gewoon met de dikke touw ook ging. Is een beeld? Oké. Okay. Ja, dan moet jij in de gaten houden, hè? Ja, dat doe ik. Goed. Wat ik altijd voorstel is om met een priem die gaatjes op de rand netjes door te steken, allemaal. Dat scheelt je straks, als het bij je knieën en je bent aan het naaien, dan heb je dit alvast voorgeprikt en dan kun je er ook makkelijker doorheen komen. En het is wel de bedoeling dat je recht naar beneden steekt straks, met het garen erin. Want eigenlijk zou het zo moeten zijn dat wat je aan de bovenkant ziet, dat je dat straks aan de onderkant ook mooi verdeeld krijgt. Ik ben rond volgens mij. Ja. Wat ik dan doe is eventjes, niet helemaal, iets van de kant af blijven. Zo een kruis erin zetten. En dan komt even het gevaarlijke klusje. Dan vouw je hem dubbel. Zo. En dan insnijden tot bijna bij het randje. Ja, dus even opletten dat je niet tot de stippeltjes gaat. Want dan ben je te ver. We snijden er gewoon een kruis in. Ja, je kan ook op de moderne manier met een slagijzertje, een holpijp, er een gat in slaan. Maar wij proberen het op de ouderwetse manier te doen. Hè? Kijk, nou, we krijgen dus al dat er lekker vlees blijft zitten. Dat is voor die tas niet zo belangrijk, maar in de praktijk, als met een zeil, hoe meer vlees je laat zitten rond dat gaatje, des te steviger blijft het resultaat. Nou gaan we
een grommetje maken. Normaal doen we dat van een stukje touw. En dan vlechten we daar weer een cirkeltje in. En dat wordt dan in de tas, op de tas genaaid. Om er een klein beetje stevigheid aan te geven. Dat kan zo klein als het nu moet. Is dat heel moeilijk frummelen. Dat lukt bijna niet. Dus we doen het dan op een simpele manier. We pakken een eind garen. De diameter van dat muntje is een millimeter of 20, 22. Heb ik uitgemeten. Dat heb ik ook op mijn fit afgetekend. En dan ga ik gewoon op die toer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog een stuk erbij. Haal hem er voorzichtig af. Dat kleeft een beetje. Komt hij al. En dan draaien we dit nog een beetje weer eromheen. En dan zitten we eigenlijk een grommetje te maken, wat we normaal van een stuk van één stier van een strengetje touw doen. Maken we nu een rondje met dit. Kijk, en dan ligt die erop en als je dan straks de gaatjes gaat, precies op de puntjes met je naald erin gaat, dan krijg je een mooi stevig geel. Dan nemen we de naald. Even kijken, wat langer zo. Ja, de lengte is even gokken in het begin. Dit loopt slecht af. Ik de plak een beetje. Oké. Zo, en die doen we dubbel. Deze dubbele draad komt zo meteen. Ik moet oppassen dat er geen knoop in zit, want dan gaat die draad niet door. Gaat die weer? Die gaat door de naald heen. Ja, dat komt straks. Bedankt. Zo, nu maken we kunstmatig toch een beetje dikke draad. Vet verder. Ja, puntje knippen we weg. Nou, dan gaan we naaien. Ik begin meestal aan deze kant. In de praktijk, als het een zeil is, komt daar het lijken touw. Mocht hier een beetje een verdikking zitten van het begin, dan zie je dat niet meer terug als lijken touw er tegenaan zit. Recht naar beneden steken. En dan heb ik al voordeel dat ik dus het voorgeprikt heb. Die laat ik even zitten.
Ik kom door dat gat naar binnen toe. Deze niet vergeten. En nou is het het mooiste als je probeert om die draadjes netjes naast elkaar te leggen. En de eerste steek, ik gooi dit een beetje opzij even, ga ik nog een keer door hetzelfde gaatje. De draadjes liggen netjes naast elkaar en nu kan ik hem meteen aantrekken. Kom door de binnenkant weer naar boven toe. Even de draadjes weer uit elkaar draaien, dat ze netjes naast elkaar liggen. Zoek het gaatje op, het volgende gaatje. Kijk, en nou leg ik dit, die eindjes, die leg ik eventjes zo mee. Dus die pak ik 3-4 steken, pak ik die mee. Dan knip ik de rest af. En dan kun je al meteen de boel goed aantrekken. Naar beneden toe aantrekken. Dan is de bedoeling dat elke keer vanuit de onderkant met die fit het weer optrompen, zodat je regelmatig dat doek verdeelt over de ronding. En dat helpt je een beetje bij het uittrekken van de naald, de lijn. Volgende gaatje. Goed aantrekken. Ik kan het binnen door. Draadjes weer naast elkaar. Even de fitten weer erheen jassen. En dan krijgen we de volgende. Ik heb de draadjes uitgedraaid. Dus dan leg ik mijn duim erop, zodat ik dat lekker op zijn plek hou. En dan naar beneden toe aantrekken. Nou, ik ben nu ver genoeg dat ik die eindjes af kan kniepen. Dankjewel. Makkelijk, zo'n hulp erbij. Elke keer als ik ze een beetje netjes uitdraai, dat ze naast elkaar komen te liggen, vanuit het gat, des te mooier wordt de dekking voor het zicht. Nou, omdat dit een demonstratie is, heb ik hier de eerste steken gedaan. Het lijkt me logisch hoe je verder door moet gaan. Op een bepaald moment ben je dan aan deze kant. Aan de kant waar we gaan stoppen. Dan laat ik de laatste steken even zien. Die zijn eigenlijk net zoals we beginnen. Dus, nou, dit gaat weer netjes zo.
binnenaf de deur. Dus het ziet er nou een beetje slordig uit aan. Maar als je gewoon rondom doorgaat, dan zul je zien dat je een heel mooi resultaat krijgt. Bijna op het eind. Hier nou nog één gaatje. Naast elkaar. Nou, dat is dus van het laatste gaatje. Ik ben nu helemaal, in principe helemaal rond. Dan keer je het even om. En dan doe je eigenlijk net waar, zoals we begonnen zijn. Je zoekt 1, 2, 3 steken op. Daar haal je de naald onderdoor. Probeer er nog 2, 3 te pakken. Nou, ik heb er niet meer gedaan, nou, maar normaal gesproken. Zo. Dus nu heb je eigenlijk, we zijn begonnen met het eentje eronder en dan weg te steken hier in het begin. En we eindigen nu gewoon door hem op het eind ook onder een paar weg te steken. Je trekt hem goed aan, je knipt hem kort af en klaar is Kees.